Het gaat hier vandaag niet over het voor of tegen orgaandonatie zijn, maar over leven en dood. Mijn partij staat pal voor het behoud van onze vrijheid en is dus tegen het afnemen of beperken van nog meer vrijheid van de burger. Ik sta in een enorme tweestrijd. De leden van de PvdA-fractie worstelen met dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel plaatst de leden voor een uiterst gevoelig ethisch dilemma waar ieder sterke persoonlijke gedachten en gevoelens bij heeft. Voor alle leden van mijn fractie geldt dat zij in meerdere of mindere mate pas na de behandeling van dit wetsvoorstel hier in de Eerste Kamer definitief een standpunt zullen bepalen. Maar een makkelijke afweging is dat niet. Drie van de senatoren, zij overwegen voor het wetsvoorstel te stemmen. Eén van de fractieleden vindt dat de beslissing over iemands lichaam alleen expliciet kan worden genomen door het individu zelf of zijn nabestaanden. Wat te denken van de aanzienlijke groep van laaggeletterden of de mensen die niet of nauwelijks de Nederlandse taal machtig zijn? Juist omdat het om zo'n persoonlijke kwestie gaat, is de redenering wie zwijgt stemt toe, wat mij betreft gewoon echt een brug te ver. Orgaandonatie moet vrijwillig zijn en kan niet worden afgedwongen. Deze wet dwingt niet. Deze wet roept op om een keuze te maken. Als je nu concreet echt daartegen bent dat je donor bent, dan moet je nu ook in beweging komen. Want anders maakt jouw familie misschien voor jou een andere beslissing. Voor mijn fractie betekent dit wetsvoorstel een concrete invulling van het begrip solidariteit. Maar wat wij dus heel belangrijk vinden is toch heel duidelijk ook van de initiatiefnemers te horen hoe zij nou ziet het verschil tussen de huidige wet en de nieuwe wet als het gaat om de positie van de nabestaanden. Voor de leden van de PvdA-fractie is een belangrijk punt dat we moeten voorkomen dat mensen die dat niet willen aangemerkt worden als donor. Het uitgangspunt wie zwijgt stemt toe past niet in de werkwijze van dit huis van reflectie en past ook niet in medisch-ethische afwegingen die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van donoren en hun nabestaanden.